Hey, hallo allemaal. Leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video van mij. Vandaag even de vraag over mijn kattenbakken. Want ik heb al verschillende keren de vraag gehad, wat voor kattenbakvulling kan ik het beste gebruiken? Wat voor kattenbak gebruik je? Hoeveel kattenbakken moet ik neerzetten? En dat soort zaken. Allereerst, je moet natuurlijk allemaal zelf weten hoe je het doet. Ik geef alleen aan hoe ik het doe. De richtlijn is vaak, als je één kat hebt, neem dan twee bakken. Eentje, daar doen ze vaak een plas op, de andere poep op. Soms doen ze het allebei op één bak, dat is bij mij ook vaak zo. Alleen dat ze wel twee bakken hebben om te kiezen. Als ze de ene plek niet fijn vinden, dat ze naar de andere kunnen. Het is voor jezelf ook makkelijk, want het scheelt ook enorm in het schoonmaken. Ik heb twee katten en heb dan dus ook vier kattenbakken. Eentje staat buiten in de ren. Ik had er eerst twee hier beneden, eentje heb ik nu naar boven gedaan. Er staat er eentje hier in de gang, dus ik heb er twee op deze verdieping. En boven in de kattenkamer, noem ik dat dan maar, daar staan ook twee bakken. Ik heb de klepjes ervoor weggehaald, daar heb ik een reden voor. Namelijk, wij mensen willen graag dat klepje ervoor. De katten die vinden soms dat klepje eng. Er zijn dus ook katten die gewoon niet op de bak durven, omdat het klepje erop zit. Of als je meerdere katten hebt, dat de een bij de kattenbak gaat zitten wachten, dat de ander eruit komt en dan de hele tijd gaat plagen, zodat de kat misschien wel niet meer in de bak durft. Er ontstaan best wel vaak problemen daardoor voor katten die dan gewoon niet meer op de bak durven en een ander plekje zoeken in je huis om te gaan zitten. Wat ik ook afraad is als je een grote plant hebt om daar gewoon zo aarde in te doen waar ze bij kunnen. Doe daar dan even een laagje gaas of zo overheen, zodat ze niet kunnen graven in je planten, want ze zien dat als kattenbak. Daar kun je boos op worden, maar het is wel de natuur. Er zijn natuurlijk ook mensen die hun katten naar buiten doen en die de kattenbak niet eens gebruiken binnen. Dat kan. Toch raad ik aan om wel een kattenbak neer te zetten, ook al gaat je kat naar buiten. Want misschien 's nachts of als het regent en is binnen en dan moet ze behoefte doen en wil hij ook graag op de bak. Ik heb dus een klepje er niet voor. Daar had ik het over het klepje. Ook omdat wij mensen hebben bedacht, we doen er een klepje voor, dan zien we het niet, dan is het mooi afgesloten. Als ze dan gepoept of geplast hebben, ruiken we niks. Nou, als een kat gepoept heeft en hij graaft zijn rolletjes niet onder, dan ruik je dat of het klepje er nou voor zit of niet. Alleen is het voor de kat heel vervelend. Want als je de bak niet geregeld schoonmaakt, of er ligt gewoon nog een drol of een plas een beetje open, dan hangt die lucht gewoon in de bak. Dan moet die kat, die moet dus in zo'n benauwde bak, omdat daar zo'n klepje voor zit, daar zijn behoefte gaan doen. Dan heeft zo'n kat, dan heb je nog de kans dat zo'n kat niet in die bak wil. Voor mij was het handig om een klepje ervoor weg te halen. Natuurlijk ligt er dan meer kattenbakvulling misschien naast. Maar kijk, ze krijgen het aan hun pootjes, dus dat nemen ze dan mee naar buiten. Je kunt het opvegen, je kunt er een matje voor leggen, een speciaal matje voor de pootjes of een handdoek of iets dergelijks. Dat is aan jezelf. Ik heb er verder niks voor, ik veeg het steeds op met een stofremblik. De vulling die ik gebruik, ik heb al jaren katten, ik denk nu inmiddels 20 jaar of zo. Ik heb ook een periode even geen katten gehad. Nee, eigenlijk al wel langer denk ik, want vanaf het moment dat ik op mezelf woonde had ik al een kat. Ik gebruik eigenlijk altijd klompjesvormende kattenbakvulling, dat bestaat al heel erg lang. En dat vind ik het fijnste om mee te werken. Ik heb ook wel eens andere geprobeerd. Ik heb houtkorrels geprobeerd. Nou, die was zo grof aan de pootjes van de katten dat die van mij er gewoon niet op wilde. Uiteindelijk is Sjoerd, heeft toen wel gebruik gemaakt van die korrels, maar hij vond het echt niet fijn. Hij merkte niks aan alles. Hij ging erop zitten, ging mouwen. Hij wou gewoon niet op die bak. Uiteindelijk is hij gewend om op de bak te doen, dus hij ging er dan toch maar op zitten. Maar ik merkte dat hij dat niet prettig vond. Dus dat was geen optie. Er is nog een ander natuurproduct, dat zijn die, het ziet er een beetje uit als kandij, het zijn zoutkorrels. Ik heb dat, een soort zoutkandijkorrels ziet het eruit. Het schijnt milieuvriendelijk te zijn, het lost op, je mag het in een groencontainer gooien. Het is wel heel prettig dat het alle geurtjes opneemt van de drolletjes en van de plas. Alleen wat mij opviel, ik heb het nu een hele tijd gebruikt, dat de urine die zakt heel erg naar de bodem. Ik heb dan twee katten die gingen steeds op diezelfde bak behoorlijk plassen. Dat zakt dan allemaal naar de bodem en echt binnen een week of zo, want je moet het wel steeds omschudden. Maar als je dan twee dagen dat niet om hebt geschud, dan zakt het al naar de bodem. Want het vocht zakt gewoon naar beneden omdat het zwaarder is dan die korreltjes. Vervolgens krijg je urine op de bodem. Als je dan die bak wil verschonen, dan is dat echt gewoon vies. Het is een hele vieze lucht die je inademt. Het stoft dan een beetje. Ik had echt zoiets, als ik dit nu in zit te ademen, lijkt me echt heel erg ongezond voor onszelf. Ondanks dat het milieuvriendelijk spul is. Maar die ammoniak van die katten, dat is ook niet echt gezond. Dus ik vond het een beetje naruiken. Ik heb dat toen gekocht
omdat ik dat nodig had voor Sjoerd na de operatie. Sjoerd is geopereerd een tijd terug. Die is alles kwijt, heeft geen piemeltje meer en alles. Het was heel erg dramatisch, want hij was bijna dood geweest. Maar hij kreeg dus een drain. Hij liep dus met zo'n slangetje eruit. Maar hij moest wel naar de bak kunnen. Op die klontvormende kattenbakvulling, als hij daarop ging zitten, dan bleef die korreltjes allemaal aan die drain plakken. Nou, met alle gevolgen van dien dat zo'n ding verstopt raakt enzovoort. Dus ik moest over op wat anders. Toen heb ik dus eerst die houtkorrels geprobeerd, dat werkte niet. En toen zag ik dit spul. Dierenarts zei van, je kunt dat eens proberen, misschien is dat wat. Dat heb ik gedaan en inderdaad, daar kon ze dan op gaan zitten. Het is wel vrij scherp als het ernaast ligt en je krijgt het op je voeten ook. Het doet zeer, het zijn het kleine steentjes. Maar ik heb het een hele tijd gebruikt en ik was daar tevreden over. Ik vond het wel duur. Ik ben gewoon weer teruggegaan naar klompjesvorm, de kattenbakvulling. Die kun je overal kopen. Vroeger kocht ik No Problem. Dat hadden ze al bij de Jumper, hadden ze toen nog. Ze hebben wel meer klompjesvormende kattenbakvulling. Alle supermarkten die verkopen het volgens mij wel. Waar ik dus altijd boodschappen doe, hebben ze het ook. Dus ik schaf het daar meestal aan. En ik ben dus weer teruggegaan naar die vulling. Ik kan jullie even laten zien hoe het werkt. En hoe dat andere werkt. Want in die andere bak zitten die andere korrels nog. Dan kan ik je laten zien hoe dat eruit ziet. Ik heb hier in de kattenkamer een bak in de kast gezet. Zo, dan kunnen ze daarin. Dus ik heb gewoon de laadjes eruit gehaald van de kast en daar een bak onder gezet. Daar zitten die witte korrels nog in. Het lijkt een beetje op kandij, zeg ik dan altijd, maar het is ook hard. Zoals je hoort, het is echt hard spul. Het lijkt een beetje op zout als het oplost. En ja, je moet het dus steeds omscheppen. Dan ga ik deze zo meteen leeghalen. Dan hebben ze geplast, zoals je ziet. Dan moet je dat dus even omscheppen. Kijk, en wat er dus gebeurt, is dat, wat hier even laten zien, als je het niet goed omschept, krijg je dus een hele gele, vieze laag. En dat ruikt nu echt niet fijn. Dus deze bak is nou zo lang in gebruik, die is nu echt vies. Deze gaat er nu helemaal uit, dus ik ga deze bak even schoonmaken, even goed omspoelen. En dan ga ik daar kolompjesvormende kattenbakvulling in doen. Dit ruikt gewoon nu niet lekker aan stuif nu. Dus ik vind, ja, het absorbeert prima. Maar nee, dus die ga ik zo schoonmaken. Hier zit de klompjesvormende kattenbakvulling in. Dit is heel fijn spul. Zo. Nou, er mag een laagje bij in, want er is al wat uitgehaald. Maar kijk, als je dat zo doet, dan krijg je dus dat de klontjes komen. En hier zitten dus alle plassen in. Ze hebben een plasje gedaan. Dat klont samen en dat kun je weggooien. Dus ik gebruik dan even een zakje. Kun je papieren zakje gebruiken. Dit moet dan wel. Dit is helaas niet milieuvriendelijk, dus het kan niet in de groenbak. Dit moet dus echt in de gewone bak. Nou, je kunt er gewoon even doorheen scheppen met zo'n schepje. Even omwoelen om te kijken of er nog wat in zit. Nou, in dit geval zijn er twee plasjes. En die kun je dan gewoon eruit halen en weggooien. Dus, en dat vind ik zo fijn. Er zijn poepjes, ja goed, als ze het niet ondergraven hebben. Je moet gewoon elke dag even langs die bak. Ik doe het twee keer per dag. Ik kijk 's morgens even en 's avonds even, ik ga slapen. En als ze dan 's nachts wat moeten doen, dan willen ze ook graag op een schone bak zitten. Dat is ook niet lekker als er nog poep in ligt. Ik ga dat er even uithalen en dan kan ik deze aanvullen, want deze is nog schoon. Die heb ik er pas in gedaan. Dus ik vul het een klein beetje aan, tot ongeveer nou, zo'n laagje. Als je het een grote laag doet, dan neem ze natuurlijk ook weer mee naar buiten. Dus en als je het zo iedere keer doet, dan blijft de boel gewoon goed schoon. Helemaal top. Ik ben er blij mee. En de katten ook. Die gaan graag op de bak nu. Ik pak dan even een zakje. Zetje. Even goed voelen of er wat zit. Ja, kijk eens. Een paar brolletjes. Ja, daar zitten mensen goed om afgevraagd. Nou, schudden. Zo. Dat was het. Geen plas. Kleine klontjes. Nou, dat is mooi. Nou, ik vind dat dik genoeg deze laag. Zo, dan pak ik eventjes een vochtig doekje. Gewoon een babydoekje of een vochtig toiletpapier. In dit geval is het vochtig toiletpapier. Dan ga ik dan eventjes zo langs de rand. Ja, want ze vegen daar hun pootjes aan af. Ook even in de bak.
en de deksel eventjes doorheen. Ik ga de klep er weer op. En dan kan hij hier weer in de hoek. Dan kan deze toch weg. En de rest veeg ik even aan. En als je het gewoon zo schoon houdt, je gaat daar eventjes doorheen, 's morgens en 's avonds. En als je dat uit hebt gehaald, vul het een beetje aan. En dat is het eigenlijk. Je bent gewoon binnen 3 minuten ben je gewoon klaar. Nou, dan één keer in zoveel tijd dan moet het even helemaal nieuw. Dan gooi je alles zo in de vuilniszak en dan doe je een hele nieuwe bak. En dan begin je weer overnieuw. Helemaal top. En je ruikt niks. Nou, dat was de video. Tot zover deze informatie over de kattenbakken. Heb je nog vragen, wil je nog wat anders weten, stel ze gerust onder deze video. Ik zal zo snel mogelijk antwoord geven. Heb je nog andere vragen, wil je nog een andere video ergens over zien, laat het me ook weten. Dan wil ik jullie heel erg bedanken voor het kijken naar deze video. En dan zie ik jullie snel weer bij een volgende video. Doei! Doei, Tobias!